De bekerfinale voor belofte tussen Jong de Graafschap en Jong FC Utrecht in Waalwijk. Jong de Graafschap, de eredivisionist bij de reserveteams, de bekerhouder, Jong FC Utrecht. Ook een keer bekerwinnaar in 2000, toen werd Heerenveen verslagen onder leiding nog van Fouke Boy. En bij de Graafschap zien we onder andere Appie Chayat, oud FC Utrecht, in de basis. De hoofdprijs voor het winnen van deze beker was vroeger, behalve het winnen van de beker, ook deelname aan de grote KNVB-beker. Waar alle eerste elftallen in meedoen. Met ingang van dit seizoen heeft de KNVB dat afgeschaft. Omdat het een paar jaar geleden voorkwam dat Jong, PSV en PSV tegen elkaar loten in de beker. Dit is in de eerste minuut al, FC Utrecht. Met de kans voor Stefano Lillipali en de hele vroege voorsprong voor de ploeg van trainer Robbie Alfle. En dat wordt gevierd door FC Utrecht. Dat het afgelopen seizoen als vijfde eindigde in de reserve eerste divisie. Dus geen promotie wist af te dwingen. De lange bal van achteruit gespeeld door Herings. Belandt weer bij Lillipali. Die laat zich van de bal afzetten door Siers. Maar FC Utrecht herovert de bal. Hier via Ingmar Maaien. Maaien zoekt het duel op met Overgoor. Is hem voorbij. Krijgt de bal voor Lillipali. Van der Zwan met de 2-0. Zou je denken. Frank van der Zwan, volgend seizoen niet meer bij FC Utrecht, maar bij Go Ahead Eagles, had hier in de vijfde minuut al de 2-0 op de schoen. André Krul posteert dan de muur voor de vrije schop van de Graafschap, die er bijna ingaat. De kopbal van Rick Sebens treft de lat. In een fase dat FC Utrecht het initiatief een beetje weggeeft, overgeeft aan de Graafschap. En dat zien ook Tom du Chatinier en Jan Wouters, de bazen van het eerste elftal. Na 27 minuten de Graafschap weer in de aanval. Met de hoge voorzet doorgekopt door El Hasnaoui. En dan is dat Hermans die de bal helemaal verkeerd raakt. Maar hij ploft bij de tweede paal met een boogje wel binnen over André Krul. Die kansloos is op dit ongelukkige schot van Hermans. 1-1. De Graafschap komt dan terug in de wedstrijd, maar FC Utrecht krijgt ook nog wel kansen. Van Mierlo, Lillipali, Leroy George. George met het schot en doelman Amezrin van de Graafschap redt. Tot opluchting van de bank van FC Utrecht. FC Utrecht, Jong FC Utrecht, zoals gezegd geleid door Rob Alfle. En het is al gezegd, de ploeg van Alfle raakt het initiatief een beetje kwijt in de loop van de eerste helft. Hier El Hasnaoui, vrij op doelman Krulaf, maar dat is de correcte, goede tackle van Dave Bulthuis, die de topschutter van Jong de Graafschap van scoren afhoudt. El Hasnaoui, vorig seizoen scoorde die 3 keer in de bekerfinale die de Graafschap toen won met 4-3 van Heerenveen. Vlak voor rust, opnieuw de Graafschap, Siers met het schot. Ruststand, Jong de Graafschap, Jong FC Utrecht, 1-1. In de tweede helft geen wissels. En FC Utrecht weer snel in actie met de mooie steekpas. Op weer Stefano Lillipali. Nu zit Amezrin er nog aan, maar hij kan de goal niet voorkomen. En FC Utrecht leidt opnieuw 2-1. Weer Stefano Lillipali. Zij waren met best veel opgekomen in het vak achter het doel van Jong de Graafschap in de tweede helft. En daar ging FC Utrecht er veelvuldig op af. Want de ploeg uit Doetinchem onder leiding van oud-eerste elftalspeler Vreeman kwam er niet meer uit. Dit is Leroy George. Leroy George met de actie en met het schitterende doelpunt. 3-1, nog geen kwartier gespeeld in de tweede helft. En dan zit FC Utrecht op rozen. En Amezrin die staat daar en die weet dat hij aan deze goal helemaal niets kon doen. U denkt, wat is dit voor samenvatting? We zien helemaal geen kansen voor de Graafschap. Nee, die waren er ook niet meer. Zeker niet in de tweede helft. Leroy George weer weg aan de rechterkant. Van Mierlo. Van Mierlo met de inzet. Moeizame stop van Amezrin. De kans staat nog voor Van der Zwan. En dan nog een keer Van Mierlo en Lillipali. En dan is het gevaar voor de Graafschap eindelijk voorbij. Heeft FC Utrecht 3 keer geschoten voor een kwartje, maar was het alle 3 keren mis. De snelle vrije schop van achteruit van Vostermans. Belandt via Lillipali bij George.
George met Funga Wing komt goed voor zijn man. George met een goede actie. Kan nu niet meer schieten, maar wel voorzetten op Ingmar Maaien. En die maakt dat heel erg mooi af. 4-1 voor FC Utrecht. De bank ook op het veld, want zij weten het natuurlijk. Als je na 23 minuten in de tweede helft 4-1 maakt, dan is het wel bekeken. Van Mierlo komt daar de 5-1. Nee, die gaat er net niet in. Dat is jammer, maar het doet niets af aan de feestvreugde bij FC Utrecht. Als scheidsrechter Bart van der Scheer voor het laatst fluit. En FC Utrecht de beker voor belofte wint. Na 2000 tegen Heerenveen onder Foeke Boy. Nu in 2010 tegen de Graafschap onder Rob Alfler.